Rond iedere jaarwisseling duiken ze weer op. Paragnosten die voorspellen wat ons in het nieuwe jaar te wachten staat. Zo ook dit jaar. De economische crisis wordt nog erger en er komt weer geen Elfstedentocht. Jammer. Iemand die er zijn beroep van heeft gemaakt dit soort paranormale onderuit te halen is Gili. Een Vlaamse mentalist. Ik tref hem in Zwolle, enkele uren voor een optreden. Als het op voorspellingen aankomt, kan je eigenlijk alles zeggen wat je wil. Je kan gewoon de meest voor de hand liggende zaken, bijvoorbeeld er zal ergens een zware natuurramp zijn. Een aardbeving gaat er waarschijnlijk wel ergens gebeuren. Er komt een aardbeving met heel veel slachtoffers. Specifiek zal het nooit zijn, want het moet heel algemeen blijven, want anders kom je nergens. Maar wat doen ze dan wel? Ze verzinnen gewoon niet. Ze verzinnen gewoon. Je kan niet in de toekomst kijken. Ik ben daar vrij zeker van. Je kan wel situaties manipuleren, waardoor het lijkt alsof je in de toekomst kan kijken en voorspellingen kan doen. Wat ik ook in mijn show doe. Dames en heren, hij is aan het schrijven. Als het juist is, dan is dit het ultieme bewijs dat iedereen paranormaal kan zijn, zolang hij of zij maar weet wat hij moet doen en waar hij moet opletten. Christophe, wat is het getal dat je op telepathische wijze hebt doorgestuurd naar Tony? 203. Dames en heren. Iedereen paranormaal! Tony! Super, hè, man? Hachar of Dirk Ogilvie, die hebben beslist geen zesde zintuig. Nee, of spirituele gaven. Nee, helemaal niks. Nee, helemaal niks. Die doen gewoon wat ik doe, of wat we straks gaan doen. Die doen gewoon net hetzelfde. Het tv-programma Rambam heeft Dirk Ogilvie in de val laten lopen door tijdens de show een reading aan te vragen met een overleden opa. Alleen, opa leeft nog. Listen, do you understand about the funeral? Yes. Is there a message for him? Because obviously, you know, just about love. It's about love. Do you know what he said to me just now? Let her do what she wants. Dat was niks van waar, toch? Dat was nou, niks mijn opa leeft nog. Ja, opa. Dus het is gewoon trucage. Ja, kut met peren, zeggen we. En die paranormale goocheltrucs gaan we nu op straat proberen. Ik ben net moeder geworden. Ja. Hoe doet hij het, hè? Hoe zullen we het precies aanpakken? Wel, de bedoeling is dat jij nu mensen tegenhoudt. Ja. En hen gewoon voorstelt aan mij als zijnde een wereldberoemd medium. Op die manier wordt de verwachting al gecreëerd en kunnen we echt al gewoon beginnen. Ik heb hier een wereldberoemd, onwaarschijnlijk goed paranormaal medium uit Hallo. Vlaanderen helemaal. Ja? Zou hij jouw ziel even mogen lezen? Zeker. Je bent heel veel vaak onder de mensen. Maar je bent iemand die echt een lijn trekt. Mensen kunnen tot hier komen, maar niet dichter. Ja, en dat komt uit ervaringen uit het verleden. Ja. Gewoon door de negatieve ervaringen. Een paar keer te veel van iemand, op het moment dat je ergens anders keek, dat je een mes in je rug kreeg. Ja, dat is wel apart, man. Wat zeg je? Komt wel dichtbij. Ja, ja. Maar het druipt er gewoon af. Heeft een partner? Ja, klopt. Ja. En kinderen? Ja. Ja, hè. Je hebt kinderen. Maar ik sta dus zo te doen, dus op het moment dat zij zegt nee, dan zeg ik nee, ik wist het. Als zij zegt, je hebt kinderen? Ja, voilà, ik zei het net. En een stuk of twee, drie, en dan wacht je gewoon naar de reactie. Een stuk of twee, drie? Ja, een stuk of twee, ja. Twee. Ik zie eigenlijk weinig tot niks negatief, behalve dan misschien iets met een fiets. Klopt. Ja, dat klopt. Mijn ketting was verwoest ketting. Vorige week. En die hebben het juist laten smeren bij de fietsenmaker van de week. Ik heb zelfs twee fietsen, dus... Ja. Maar een van de twee is er iets mee geweest. Ja, die staat kapot in de schuur. Al een tijdje. Ja. De fiets is briljant, hè? Ja, in Vlaanderen doe ik hem met een auto. Maar hier, ja, we zitten in Nederland. Hup, daar zijn ze. Fietsen genoeg, dus iedereen heeft er wel een fiets. En met een fiets is er altijd wat. Ja. Met een auto ook, dus... Gewoon prijs, zeker als je daarover begint. En is er niet onlangs een discussie geweest of een probleempje over geld, geldzaken? Nee. Helemaal niet. Maar je moet niet te snel nee zeggen, je moet het gewoon helemaal openlaten. Iets met geld, ik zie, daarom niet met jou, maar misschien met jouw partner. Het kwam niet. Is de baan kwijtgeraakt. Dus er was een acuut probleem, plots, financieel. Ja, maar ik ben wat achterhaald. Maar... Oh. Ja. Ja. Ja, dat is... Had je dat niet kunnen voorzien? Die zag je niet aankomen. What are the odds? Wat hebben we nu eigenlijk aangetoond? Wat hebben we aangetoond? Eigenlijk dat je met een paar zinnetjes, want ik heb ze gewoon de hele tijd herhaald. Ja. Met een paar zinnetjes, heel algemene dingen. Je gooit het erin, je kijkt naar de reactie en je gaat erop in. En mensen denken dan van, hoe weet je dat nou? Dus je zoekt eigenlijk gewoon naar dingen die bij iedereen gelijk zijn.
En die mensen voelen dat dan als heel specifiek. Voilà. Heel bijzonder, hè? Heel bijzonder. Ja. Ik geloof u wel dat er iets is. Wat, ja. Ja, mensen hebben gewoon bepaalde gaves. En de ene die onderdrukt dat en de ander, zoals u, komt daar graag vooruit. En ook om mensen te helpen. En, hè, toch? Maar zelf ben je ook wel spiritueel, denk ik. Ja, ook wel. Je bent ook wel iemand die... Ik voel wel dingen aan. Ja, klopt. Ja. Volgens Gilly is het dus één grote truc. Een illusie. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Zoals paragnost Gerard. Wat kan jij nou allemaal? Help mensen die problemen hebben met verlies van een overledene. Die moeilijkheden hebben met kinderen opvoeden. Eigenlijk van alles en nog wat. Alleen heb ik daar niet voor hoeven leren. En heb ik dat zo cadeau gekregen toen ik geboren werd. Okay. En ik had altijd al van die hele rare dingen vroeger. Dus... Dan zei ik tegen mijn moeder, ik ben net bij oma geweest. En het is maar goed, want opa komt morgen te overlijden. En dat gebeurde dan ook zo. Dus met andere woorden, jij kan dingen zien die wij niet kunnen zien. En jij kan ook in de toekomst kijken. Ja, ik kan ook geesten zien, ja. Maar het is geen hocus pocus, wat heel vaak mensen denken. Nou, zo klinkt het wel. Ja, zo klinkt het ook, ja. Maar dat is het niet. Contact met doden. Mensen willen daarin geloven. Ik zou dat ook heel fijn vinden als ik nog eens met mijn grootvader zou kunnen spreken. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Maar het blijkt telkens weer dat het allemaal niet is, dus dat het niet kan. Ik zie geesten. En die geesten lopen door mij heen. En ik loop door die geesten heen. Maar wie is nou de geest? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja. Dus ik denk dat we te maken hebben hier op aarde met verschillende dimensies. Maar waarom kunnen wij dat dan niet testen? Als die er zijn. Als die er zijn, dan kan je het ook testen. Ja, dat werkt niet. Met mijn hele logische verstand begrijp ik dat. Door die reeks en als het zesde zintuig plaatsdelict, door Ogilvy te monteren en de boel te belazeren en daar een programma mee te maken, geven ze de hele sector een serieus waar ze geen recht op hebben. En heel veel mensen die dat slikken van maar het is op tv geweest, dus het is waar. En daarbij komt ook natuurlijk nog het bedrog dat er nog eens rondhangt, waarbij informatie vooraf ingewonnen wordt. Bij Ogilvy bijvoorbeeld valt het enorm op dat hij nu echt heel onmiddellijk in detail gaat. En dat kan alleen maar als je vooraf weet wie er in de zaal zal zitten. En als je dan pretendeert van hoger hand te krijgen, dan is het wel duidelijk dat je gewoon een bedrieger bent. Ja. Gilly die zegt, alles wat met paranormale gaven te maken heeft, met mediums, met paragnosten, dat is onzin, dat is oplichterij, dat is trucage. Wat zegt u dan? Dat niet waar is. En dat ik zeker weet vanuit mijn hart, vanuit mijn ziel, dat er meer is tussen hemel en aarde als wat hij vindt. Voor de gelovigen trekt Gilly nog één keer zijn paranormale trucendoos open. Ik ga gewoon eens, achter mijn rug, dat niemand het kan zien, een cijfertje opschrijven. Dus van 0 tot en met 9. Denk jij dat ik jou kan sturen om te weten wat hierop staat? Sorry? 4. Dit heb ik opgeschreven. Nou, oké. Dat was knap.